Nou, goedemiddag. We zijn hier op de jaarmarkt in Slochteren. Ik zie dat u hier een hele mooie orgel heeft. Ja, dank u wel. Komt u hier vaker? Ik word wel eens vaker gevraagd door de dorpsvereniging. En in ieder geval altijd één keer per jaar met de jaarmarkt. Ik vind dat wel heel erg gezellig hier. Het is altijd je komt heel veel bekenden tegen. Er is altijd een weerzien met iedereen. En dat is altijd erg leuk. En vandaag zit het weer mee. Dus helemaal goed. Helemaal leuk. Ja, we maken er een leuke dag van vandaag. Wat is nou een leuk hitje wat het goed doet op deze markt? Goh, dat is een goede vraag. Nou, ik merk toch altijd meestal in het Groningenland dat liedje van Ede Staal altijd het mooiste zijn. Mien Toentje of Het nog nooit zo donker was. Ja, dus die komen vaak voorbij. Die vrouwen stonden en die sloot gedalde. Als de hart, dan wordt dat een straf. U bent hier dus op de Slochter Jaarmarkt. Hoe is uw middag hier? Nou, fijn. En het ziet er heel mooi uit. Anders als vorig jaar. Ik moet zeggen, het is mooi ingedeeld, staat mooi samen. En ik vind dat er veel publiek is. Ja, en dan zie ik mensen die ik lang niet gezien heb. Een oude schoolvriendin kwam ik net tegen. Nee, en dat is altijd leuk om te zien. En als u hier struunt en een beetje rondkijkt, wat komt u hier eigenlijk allemaal tegen? Voedsel, kleding, rommel wat andere mensen gaan verkopen. Waar onder andere hele leuke spulletjes bij zijn. Maar ik heb zelf al rommel genoeg, dus ik koop eigenlijk niks meer. Kijkt u ook uit naar zo'n jaarmarkt als deze? Nee, niet meer. Toen ik jonger was wel, maar ik ga meer voor de gezelligheid heen en dat ik bekende mensen weer tegenkom. Nou, ik weet wel dat de jaarmarkt er al jaren is. Ik weet niet eens hoe lang. En ik ging er altijd wel naartoe. De laatste jaren niet meer. Maar nu, sinds een aantal jaren, is de rommelmarkt gedeelte erbij. Nou, en daar zijn wij van. Jullie zijn eigenlijk een beetje hier aan het buurten en een beetje nou, met mensen aan het praten. Komen jullie ook wel eens kennissen tegen hier? Wij kennen hier toevallig heel veel mensen, omdat mijn man altijd trainer is geweest bij handbalvereniging SGV. En nou, maak je een praatje en je verkoopt af en toe wat. Niet te veel hoor, want we verkopen niet zoveel, maar dat is voor ons de dag. Heel gezellig. Ja. Nou, ja, wat verkoopt u hier allemaal eigenlijk? Nou, eigenlijk is het gewoon spul wat wij ingekocht hebben, wat we zelf leuk vonden. En soms een partijtje op een veiling, wat sieraden. En vonden we leuk om het dan te verkopen en kijken of je een beetje winst mee kan maken natuurlijk. Dat is de bedoeling. Dit is een geweldige muis. En dit is een muis van ontmoeten en treffen. Mijn vrouw komt uit Slochteren en ik kom vlakbij Slochteren weg. Dus het is een aaneenschakeling van bekenden. En toen we jong waren, zei, maar toen lag de Slochtermarkt helemaal stil. Dat gebeurde toen niet meer op een of andere manier. En dat is later is dat weer in het leven geroepen. En dat is een groot pluspunt. Wij slaan hier over, omdat we dus hier heel veel mensen ontmoeten. Dat maakt het leuk. Ja, leuk. En jullie ontmoeten dus allemaal mensen uit de omgeving die jullie kennen. Waar kennen jullie ze dan bijvoorbeeld van? Nou, van vroeger vanzelf, hè. Lagere school, ja. Unerschool. Ja. Kijk, wij en mensen die hier naar de ijsbaan gingen of lid waren van sport en waar je mee op school zat en zo. Het is regionaal en dat maakt het juist zo mooi. Ik kom hier ieder jaar. Ja, ik vind het prachtig. Het is een lange markt en alles is er te koop. Ja, ik vind het geweldig. Nou, weet je wat is, ik woon in Loppersum, maar dat is niet naast de deur. En ik ben op de fiets, ik heb wel een elektrische fiets. Maar het is wel een hoor. Maar nee, ieder jaar kom ik hier. Hoe is dat ontstaan, dat u dacht, ik ga hierheen fietsen? Nou, ik tref hier altijd wel familie, zodoende. En dan, nou, dan gaan we een praatje maken en zo, ja. Ik kom hier denk ik al wel 40 jaar. Misschien al wel iets langer. Ja. Dus u komt hier eigenlijk al wel zo ongeveer sinds het begin? Ja, ik kom hier nu alleen. Vroeger hadden de kinderen nog vrij van school natuurlijk. Ja. En toen ging ik met mijn kleine kindertjes. We zijn hier op de Slochter Jaarmarkt. Ik zie dat u hier een mooi ijskraampje heeft. Hoe is het hier op de markt? Nou, op zichzelf is het een hele gezellige jaarmarkt. Het is een beetje jammer dat we het weer van maandag niet hebben. Maar goed, aan de andere kant is het droog. Hè? Dus, ja. En weer zit die mee. Heeft u dit ook meerdere jaren gedaan? Is het anders dan anders? Ja, toch wel iets anders. In zoverre, ik sta hier al ruim 30 jaar. Dus dat is al een geruime tijd. Ik heb hier al vele uitersten meegemaakt. Ja, doet de verkoop van ijs het vandaag wel goed? Nou, dat begint langzaam op gang te komen. Maar we gaan ervoor, hè. Kijk, meestal op woensdagmiddag dan wordt het drukker. Dus we gaan vanmiddag even knallen, hè. Ja, en des te meer zon, des te meer verkoop. Dus hopen dat het zonnetje nog even doorbreekt? Nou, dat hoop ik zeker. Want zon en ijs, dat hoort bij elkaar. En kinderen en oma's horen ook bij elkaar, want die trakteren vaak. Dus nee, dat gaat helemaal goed komen.